Als economisch handelen invloed heeft op de welvaart van mensen die niet direct betrokken zijn bij die handeling, spreken we van een extern effect. Er is sprake van een negatief extern effect als het de welvaart van iemand anders negatief beïnvloedt, bijvoorbeeld bij milieuvervuiling. De kosten van het opruimen van de vervuiling zijn niet meegenomen in de marktprijs van het product. Een deel van de marginale kosten wordt dan op de samenleving afgewenteld. De belastingbetaler draait op voor de kosten van het opruimen van de milieuvervuiling. Het zijn natuurlijk al die auto's en vrachtwagens, maar ook de brommers en scooters, de scheepvaart, de fabrieken en zelfs de gezellige houtkachels die voor veel vervuiling zorgen. We hebben bijvoorbeeld veel te veel fijnstof, maar ook stikstofdioxide, een schadelijk gas in de lucht zitten. Daarmee overtreden we de wet en daar worden mensen ziek van. En dan heb je het over bijvoorbeeld astma, maar ook longkanker, hart- en vaatziekten, zelfs hersenschade. Het zijn een hele lange reeks aan effecten die mensen daarvan kunnen krijgen. Van positieve externe effecten is bijvoorbeeld sprake als ten behoeve van de aanleg van een snelweg grind wordt afgegraven, waardoor een recreatiegebied kan ontstaan. Ook meeliftgedrag kan gepaard gaan met externe effecten. Als iemand belasting ontduikt, moet de andere meer betalen. Als externe kosten en baten niet worden meegenomen in de prijs, is de marktuitkomst niet Pareto-efficiënt. Om wel Pareto-efficiëntie te bereiken, moeten we weten wat de maatschappelijke prijs is. En de maatschappelijke prijs is gebaseerd op de maatschappelijke kosten en maatschappelijke baten. De maatschappelijke kosten bestaan uit de private kosten plus de externe kosten. De maatschappelijke baten bestaan uit de private baten plus de externe baten. De maatschappelijke prijs ligt bij negatieve externe effecten altijd boven de evenwichtsprijs die op de vrije markt tot stand komt. Het opnemen van externe effecten in de prijs heet het internaliseren van externe effecten. En daar zijn verschillende manieren voor. De allereerste is, het maken van afspraken kan leiden tot een efficiënte oplossing van externe effecten. De veroorzaker van geluidsoverlast bijvoorbeeld kan de geluidsisolatie van de woningen betalen en daar een contract voor opstellen met de getupeerden. Het risico dat een partij zich niet gebonden voelt aan een contract staat bekend als het bindingsprobleem. Het kenmerk van externe effecten is dat er geen markt voor bestaat. De overheid kan een markt creëren. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de verkoop van CO2-emissierechten aan de industrie. De vervuiler koopt het recht op vervuiling en berekent de kosten door in de prijs. Als derde kan de overheid ook via heffingen en accijnzen de negatieve externe effecten internaliseren. Kijk bijvoorbeeld naar de accijnzen op tabak en benzine. Ten slotte kan de overheid haar toevlucht zoeken tot een wettelijk verbod. Zoals bijvoorbeeld asbest, koolwaterstoffen. Of tot de verplichting van het betalen voor een autovignet, zoals in Duitsland, om de CO2 te beperken en extra filevorming tegen te gaan.